Deze samenvatting wordt mogelijk gemaakt door AGO Financieel en Fiscaal Advies, Roosendaal Sport on Wheels, de scooterspeciaalzaak van Nederland, VDB Recreatie Avontuurlijk Ontspannen, de businessclub van DVS 33 Ermelo en de Club van 100. En Nasrim Asri gooit het spel op de wagen. Deze bal, dat is geen goede bal. Nu Dongen vooruit. Andere kant hier is Mansaray. Gaat hij schieten? Mansaray via Roald de Vries gaat de bal over de goal. En wordt de eerste hoekschop voor Dongen. Komt-ie. Zo, Roald de Vries van de lijn gehaald. Momentje hier voor de goal van Daan Huiskamp. Inmiddels in de 20e minuut komt die corner. Aanvoerder Gerrits mee naar voren. Ze kunnen hem wel koppen. Nu Stef Nijland. Goed gezien. Prima. Jeremy Jonker. Het moment voor een snelle uitval. Benjamin Roemejon. Ja, wat een schitterend doelpunt. Benjamin Roemejon. Heerlijk. Een uitval uit het boekje. En typisch Benjamin Roemejon doelpunt. Even toch nog op het laatst. Een tegenstander passeren en hem in de verste hoek leggen. Vergeet even niet dat hij voor 50% op Stef Nijland komt. Daar is de vooractie. Absoluut. En Jeremy Jonker die hem op tijd geeft aan Roemejon. En die natuurlijk het fantastisch afmaakt. Ja. De lach aan de andere kant was Roemejon helemaal vrij. Lars Dekker. Met een geplaatst schot. De keeper heeft alle moeite mee. Prima. Benjamin Roemejon. Roemejon. Quincy, oh, Quincy denkt. Mooi vanuit de draai. Prima, bedoeling is goed. Binnen bij de eerste. Evere die daar weer goed op let. Oeh, Daan Huiskamp. Zo, daar corrigeert hij zich heel goed. Want, oh, ja, hier. En hier alles en iedereen ontregeld, maar... Is er niets aan de hand, maar wat een momentje. Dit ziet er goed uit. Vrije trap. Misschien had hij even voordeel af moeten wachten. Of zag ik dat verkeerd? Maar het is een mooie plek voor een vrije trap. Of de linkervoet van Quincy of de rechtervoet van Stef. Ik denk de rechtervoet van Stef. We gaan het zien. Komt die aanloop. Stef. Oei. Overdoel. Lars Dekker in de achtervolging. Daar gaat hij Saez weer. Komt Dongen weer. Handige die kan hem ook niet houden. Daar was een overtreding. En, net buiten de 16. Ja. Ja. Dat is niet een fijn moment. Ook zeg maar ja, vlak voor rust. Gele kaart ook nog. Vrije trap op ja, metertje of 19 vanaf het doel. Ik hoop niet dat deze vrije trap veel tongen losmaakt. Dat we straks in de rust daar met z'n allen over staan te praten. Dat het... Omdat de klok hier al op 45 staat, we zitten dus eigenlijk in de extra tijd van de eerste helft. Een vrije trap. Een goede rush van die speler van Dongen, maar daar komt die vrije trap. Die gaat op de kruising. Daar hebben ze zeker een specialist daar in Dongen. Komt DVS goed weg? Bal wordt klaargelegd door Roemejon. Of afstand door de twee spelers van Dongen. Wat zometeen ook gaat wisselen. Dit is weer een korte corner. Die is te hard, denk ik. Nee, goed. Ja, dat is die niet. Misschien met links, verre hoek. Oeh. Die,
kopt hem goed weg. Die nummer 4. Robert Rozen. Laten we eens kijken of de herhaling het nog doet, André. Heel snel. Daar komt hij. Korte bal. Kaatsje terug. Voorlangs. We gaan weer verder. Dit is Benjamin Roemion. Houdt hij binnen. Ja, dit randje 16. Boom, jongen. Door net heen. Oh, Luke Kili. Vizier nog niet op scherp. Christian van Ussen. Uiteindelijk naar Stef Nijland. Kijkt in de diepte. Dit is Koen Vloedgraven. Die kan opstomen. Voor zijn man langs. Balletje achter de verdediging. Goeie. Dat is geen buitenspel. Luke Kili gaat schieten. Tweede paal. Oh. Metertje weer. 76e minuut. Wat een goede aanval van DVS. Uiteindelijk een inworp voor DVS. Christian van Ussen voor de pot. Dat wordt een duel. Manzarai wint hem. Uiteindelijk Stef Nijland schieten. Strakke bal. Op de paal. Oh, de paal ook nog. Lekker schotje hoor. We gaan verder. Kwam vrij. Nu vervolg. Weer Stef Nijland. Tweede paal misschien. Ali Akla kan hem aannemen. Ja, Ali Akla. Op karakter, hè. Goeie paas van Stef Nijland. Prachtig. Stef Nijland. Twee goede acties achter elkaar. Eerst zelf op de paal. En daarna een voorzetje. Richting tweede paal. Ali Akla rustig neemt hem aan. Wordt al gehinderd, maar schiet hem keurig onder de keeper door. Het is belangrijk. 78e minuut. Het publiek wil dat Maarten erin gaat. Ja, maar ik heb liever dat hij hier op zijn plekje blijft zitten. Ja, lijkt me beter. Nou, maar Maarten komt er wel in. Je kunt niet zeggen dat de trainer niet naar het publiek luistert. Gelijk. Gelijk anticiperen. Ja. In de voorbereidingen uitgegroeid tot een van de publiekslievelingen. Laten we nog niet, kijk eens, hoor eens. Ja, kijk, daar gaat hij hoor. De verwachtingen al te hoog. Maar ja. Hij voetbalt lekker mee, laten we het zo zeggen. Duel op het middenveld. Kamachi. Maar uiteindelijk... Van Dijk goed. Ja. Nou, Roemion. Lokilio op het randje van buitenspel. Naar binnen. Overtreding. Een overtreding. Ik wou zeggen, hij kan geen voordeel geven, want ik zag niks. Ik heb ook niks gezien. 86e minuut. Hij kan daar in het hoekje. Hij kan in het hoekje. Stef Nijland. Oh, hij komt al iets naar beneden. Ingooien moet op de juiste plek. Ali Akla. Benjamin Roemion. Roemion! Oh, over de goal geschoten. Zo blijft het tot aan de laatste minuut. Spannend. Zag er wel wat lomp uit. Maar... Hij staat ook op. Oh, we zitten wel in de vierde minuut blessuretijd. Dat denk ik ook wel... Zal het nu wel afgelopen zijn. Strakke bal in de hoek. Daan Huiskamp naar Roemion. Houdt hem in bezit. Roald de Vries. Andere kant. Veel ruimte. Stef Nijland gaat dreigen. Steekbal. Kijk eens. Maarten van Dijk. Oh, wat een fantastische goal. Ja. Lukilië. Oh, Maarten van Dijk. Fantastisch afgemaakt. 3-1 toch nog. Hey. Wat een overzicht. Niet zelfzuchtig. Gewoon... Je medespeler laten scoren. Echt mooi. Wordt ja, schijf heeft afgefloten. Steekballetje. Maarten van Dijk, niet zelfzuchtig. Mooie voetbeweging. En net goed genoeg. Deze samenvatting wordt mogelijk gemaakt door AGO Financieel en Fiscaal Advies. Roosendaal Sport on Wheels, de scooterspeciaalzak van Nederland. VDB Recreatie Avontuurlijk Ontspannen. De businessclub van DVS 33 Ermelo. En de Club van 100.